de nummer 6 van de ranglijst. HFC speelt thuis tegen FC Lisse, de nummer 12. Het verschil tussen beide ploegen is slechts 7 punten. En FC Lisse heeft dan ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Het zou dus een spannend potje moeten kunnen worden. Dit is een goed schot vanuit de tweede lijn. Maar de redding is net zo goed van de doelman van FC Lisse, Van der Werf. Dus gaat de eerste kans van de wedstrijd er niet in. Schot van Roy Kastien. Dan aan de andere kant. Kevin van der Zwet, Van der Putten. Dit is goed gespeeld. Van Eeuwijk. Met de voorzet en de redding is er dan van Boks. En in de rebound gaat hij er ook niet in via Van Putten. Ongelooflijk veel pech. En dus nog steeds 0-0. Vlak voor rust. Nog een keer FC Lisse dat de betere mogelijkheden heeft in de eerste helft. Doorgeschoten bal. Rodi van Putten. En de keeper heeft hem. Tussen de benen door. Maar hij heeft hem net, Boks. En dus 0-0 bij rust. In de tweede helft opnieuw. Rodi van Putten, de clubtopscorer van FC Lisse. Dus balverlies. Kastien ziet de keeper uit zijn goal staan. Kastien! De bal gaat maar net naast. En Van der Werf zag dat van verre aankomen. Zien we aan de handjes. Kastien, nog maar een keer. Ook weer van ver. En nu Van der Werf. Hij laat hem weer lopen. Nee, hij laat hem niet lopen. En dan Sterling nog. Gekke actie van de keeper van FC Lisse. Maar het blijft 0-0. Na die twee pogingen van ver van Roy Kastien. Dan het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd. De scheidsrechter, de Brito Rokke, heeft een suikertekort. En moet daar eventjes wat aan doen voordat hij weer verder kan fluiten. In de slotfase dan nog één kans voor HFC. De corner wordt gegeven en wordt goed genomen. Het is Tamiris die tegen Van der Werf aanschiet. En dan gaat de bal er dus weer niet in. En moeten HFC en FC Lisse genoegen nemen met ieder één punt. 0-0 eindstand. Ik neem met u.